Wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben er eindelijk weer met mijn weekvlog. Oh, ik heb het echt gemist om te doen. Ik heb mijn hele introweek niet gevlogd. Heb ik ook wel bewust gedaan, omdat ik toch wel wist van ik moet zelf ook gewoon even wennen aan mijn nieuwe omgeving en zo. En dat wilde ik gewoon even zonder de vlogcamera doen. En heel veel dingen kon ik ook niet echt filmen. Dus ik dacht van ik begin gewoon lekker met mijn eerste schoolweekje met vloggen. Dat is vandaag. Ik ga zo meteen naar school. Het regent gelijk keihard. Top begin. Helemaal top. Gelukkig heb ik een regenjas. Love my life. Ja, ik ga dus zo meteen naar school. We hebben vandaag nog best wel een chill dagje. Want we beginnen met een introductie van gewoon de school zelf. Dan heb ik weer tussenuur. Dan begin ik pas weer om 2 uur tot 3. Dan heb ik weer tussenuur. En dan moet ik om 5:30 tot 6 nog naar school. Dus het is wel, het valt allemaal wel mee. Ik heb wel heel slecht geslapen vannacht. Ik kon gewoon niet slapen. Het is echt een drama. Ik heb er wel heel veel zin in. Het is echt raar dat ik vandaag weer de schooldag heb. Want ik kan het gewoon niet geloven. Ik ben echt shook. Ik ben echt shook dat vandaag weer schooldag is. I can't. Oké, ik ben thuis van school. En ik ben super trots op Soraya. Want ik ben aan het koken. Eventjes een weetje. Soraya woont hier al een jaar. Soraya heeft nog nooit gekookt. Nee, ik heb een vriezer en mama die vult die steeds aan met eten. Maar ik heb al dit jaar besloten, man. Je mag dat alleen doen met Hutspot. En dat de rest maak ik. De rest doe ik. Lekker hoor. Soraya de kokkin. Ja, I'm proud. Ja, ik heb echt honger, jongen. Ja, ik is niet normaal. Zeg trouwens, wel even dat mijn stem zo kut is omdat ik half ziek ben. Anders denken jullie echt, wat de fuck, hè? Waarom ze is ziek, nou, dus vandaar. Ik heb dus ook iets heel knaps gedaan. Ja, ik mag ook eventjes een puntje van applaus, zeg maar. Mag ik even pauze? Bedankt. Ik heb namelijk de Chromecast ingesteld op de tv. Dat betekent dat we vanaf nu kunnen Netflixen, kunnen YouTuben, kunnen tv kijken. Via mijn telefoon, helemaal lit. Dat heb ik even net gedaan, dus ik verdien ook een applausje. Lekker, lekker bezig. En ik heb vandaag dus mijn eerste schooldag gehad. En ik vond het echt zo leuk. Maar ja, heel veel viel ook uit. Dus het was op zich een beetje een gek dagje. Maar echt super leuk. Echt al die leraren echt. Love them. Nu al. Kijk nou even. Kijk nou hoe lekker dit eruit ziet. Lekker hoor. Deze kaas is nog wel goed, hè? Tuurlijk. Zo, het is vandaag dinsdag en ik ben terug van school. En ik zit heel eventjes in mijn bralet gewoon. Want ik kom net uit de douche zoals je ziet. Ik heb vandaag echt zo'n leuke dag gehad. We hadden vandaag jazz, tap. Ik heb zangles gehad. SLB, dat is studieloopbaanbegeleiding. Dat was gewoon meer een beetje leren kennen. En liedinterpretatie. En het was echt super leuk. Echt, je leert nu natuurlijk nu steeds meer je docenten kennen en zo. Of tenminste, die leer je dan nu kennen. En dat is echt super leuk. Want ik merk gewoon echt dat ik zo op mijn plek zit op deze opleiding. Het huiswerk wat we meekrijgen is echt dat ik denk, nou, dat vind ik gewoon prima om te doen. Super leuk. Het is gewoon bizar om te beseffen dat je zeg maar nu elke dag met datgene bezig mag zijn waar je zeg maar zo blij van wordt. Dat is gewoon heel erg bizar. Het is nu bijna 5:30. Ik wilde hier eigenlijk boodschappen gaan doen. Maar toen dacht ik van, heb ik echt nu iets nodig? Nee. En morgen ben ik vroeg uit. Dus ik heb al bedacht dat ik straks even een boodschappenlijstje ga maken. Dat ik morgen dan gewoon lekker even boodschappen ga doen. Want ik heb morgen heel weinig les. Dus dat ga ik morgen lekker doen. En ik wil zo meteen even een roomtour filmen. Want nu ben ik alleen thuis. Want Soraya heeft nog school. Dus een beetje het perfecte moment. En daarna ga ik lekker eten. Het ding is, daar wil ik het nu maar gewoon even gelijk over hebben. Omdat, waarschijnlijk anders denken jullie, het ding is dat ik mijn vlogcamera eigenlijk nu nog niet mee naar school neem. En sowieso ben ik dat niet ook heel erg van plan. Dus ik probeer heel erg nu mijn draai te vinden in mijn weekvlogs. Want ik begrijp dat jullie eigenlijk natuurlijk gewoon willen zien wat ik op school doe. Alleen, het is zeg maar gewoon niet echt toegestaan om te filmen op school. Omdat het gewoon allemaal een beetje binnen de school moet blijven. En weet je, musical en muziektheater, whatever. Datgene wat ik doe is allemaal zo persoonlijk. En je kan gewoon niet in de lessen gaan filmen. Want iedereen moet gewoon zijn ding kunnen doen zonder dat er heel een camera is. En dat is gewoon niet de bedoeling van de lessen.
Dus ik ga gewoon een beetje proberen mijn draai te vinden in de weekvlogs. Het zal waarschijnlijk heel veel thuis zijn en van het studentenleven als ik leuke dingen ga doen. Gewoon de dingetjes van het student zijn. Maar niet zozeer heel erg school-related dingen. Daar zal ik natuurlijk wel veel over praten, maar echt laten zien niet. Dus ja, dat wil ik gelijk even de wereld uit hebben. Voordat jullie denken van ja, maar ik wil dingen van school zien. Ik zou het jullie heel graag willen laten zien, maar het kan nou helemaal niet. Ik bedoel, privacy dingen en zo. Goedemiddag, het is vandaag woensdag. En ik begin nu even met vloggen. Ik heb net heel lang tussenuur gehad. Dus ik heb thuis even huiswerk gemaakt en dat soort dingen. En ik heb mijn vlog net online gezet. Maar ik moet nu dus weer naar school, want ik heb pianoles. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Ik neem de camera denk ik even mee, want ik ga daarna even in een studiohokje. Dus misschien kan ik dan even zeggen hoe het was. Ik had dus echt alweer 800 dingen kunnen filmen van wat ik net heb gedaan. Ik heb wat dingen op de piano gedaan. Maar ik ga nu echt nu naar huis en ik ga het ook even niet meer nu spelen voor jullie. Maar ik vergeet toch altijd te vloggen, dat is ongelooflijk. Ik ga nu naar huis en dan ga ik eten. En ik zal later nog wel een keertje goed filmen wat ik doe. Sorry, echt sorry. Meidenavond. Oh nee. Hoi. We kijken echt de slechtste film ter wereld. Ik ben al 600 jaar afgehaakt, maar... Help. Wat is dit nou weer? Ik heb passief thee gedronken. Die hond. Oh jee. Oh. Ik ga niet meer. Was dit toch genoeg? En nu heb je dat vieze wijf. En die vieze porno nodig. En... Zij is ook van de luismoeder. Ja, dat is een heel de die luismoeder. Ja, ja. Ja. Oké, we hebben dus ook pianoles op deze school. En bij pianoles heb ik nu dus de inzingoefening geleerd. Op de quint. Ja, op de quint. En ik ben echt trots dat ik het kan. Ik ga het even doen. Ik kan het dus, soort van. Natuurlijk maak ik nog wel fouten, maar ik ben echt blij dat ik dat nu kan doen. Want ik had altijd zoveel struggles met mezelf inzingen, want dan kon ik het gewoon niet spelen. En dan zat ik altijd maar een beetje zo... Mio, mio. En dat is gewoon heel irritant. En nu kan ik het. Kan ik het gewoon spelen. I put the past behind me. When it came underfoot, I put the past behind me, but the past would not stay put, so I was learning. I lived my little drama with all the world my stage, and when the plot grew tangled, I saved the final page for some other morning. But all too quickly, it arrives that other morning. I close my eyes, I fade to black. I hide my face, I turn my back. And there are these loose ends to deal with. Loose ends, I clear my throat. I give a smile, act unconcerned when all the while they're hunting me. Loose ends to tie up. Loose ends. We zitten lekker te chillen op de bank. Het is vandaag vrijdag. En ook heb vandaag al wat gefilmd. Vergeten. Nou goed, wij blijven in ieder geval dit weekend hier. Ik ga morgen de vooropleiding introduceren op Voltis. En dan morgenavond ga ik Judith verrassen. Want die komt... Hallo, kan je scherp zijn? Morgenavond ga ik dus Judith verrassen op het vliegveld. Want die komt na 5 maanden eindelijk terug naar Nederland. En dan zondag komt mama hierheen. Dus dat is ook heel erg leuk. Dus ik ga dit weekend even proberen om goed te vloggen. Want dat heb ik deze week niet echt gedaan. En wij willen ook eigenlijk elke week een stukje in de vlog doen. Eigenlijk wel, als jullie dat leuk zouden vinden. Ja, dus laat het even weten. We willen eigenlijk elke week, ja ik denk, weet niet, ergens in de week. Een soort van recap van onze week doen. Ja. Dat lijkt ons leuk. Gewoon thee drinken met Joy en Pam. Oprecht. Ja. Dus laat even weten of jullie dat leuk vinden. Dan gaan we dat doen.
Judith, kijk eens. Mama is gezellig in Tilburg en we hebben even lekker geshopt. Ik heb niet zoveel gefilmd tijdens het shoppen, maar even quality time met mama, hè. En zometeen gaan we naar de Lidl. De Lidl. Het is allemaal hetzelfde. Maakt niet uit. Want dat mis ik. Ik moet even mijn vaste etenswaren inslaan. En ik heb nieuwe schoenen. Alvast voor mijn verjaardag gekregen. Ik ben over 2 maanden jarig, maar goed. Ik heb vandaag geshopt. En ik wil nog even laten zien wat ik heb gekocht. Dus dat ga ik nu even doen. Oké. Hier hebben we alle tassen. Even bij het saaie beginnen. Bij de Kruidvat heb ik deze droogshampoo gekocht. Volume. Die is echt heel chill. Die neem ik altijd. En van Essence de Super Last 24 Hour Eyebrow Pencil. Waterproof. Ik heb deze nog nooit gebruikt. Dus ik ben benieuwd of het de goede kleur is. Maar dat gaan we merken. Die droogshampoo is €2,50. En dat oog... Dat ding is €2, geloof ik. Dan bij de Sting. En dat was een outlet hier in Tilburg. Dus dat was erg leuk. Ze hadden niet mega veel leuke dingen. Want dat is meestal zo in een outlet. Oké, bij de outlet heb ik dus dit shirt gekocht. Hij is groen met roze letters. Helemaal leuk. Ik weet niet eens wat erop staat. En deze was €10. Dus dat is leuk. Dan heb ik bij de Bershka een nieuwe jas gekocht. En dat is deze jas. Het is dus gewoon een spijkerjas, maar dan wel gevoerd. Dus hier heb je allemaal wol. En dan aan de binnenkant is het gewoon jasstof. En deze vond ik gewoon heel erg chill, omdat ik hou heel erg van spijkerjassen. Maar in de winter is een spijkerjas echt gewoon veel te koud. En toen zag ik dit en toen dacht ik, yes. Dus daar ben ik erg blij mee. Ik heb hem trouwens in een XS, want hij valt echt super groot. Dus ja, dat is denk ik mijn eerste item in mijn kledingkast die een XS is. En dan bij de Primark heb ik nog deze soltjes gekocht. Die jij zo meteen nog even moet knippen. Deze dus. En die waren €2 en die heb ik gekocht omdat ik van die laartjes heb met van die cut-outs. En ik wil daar gewoon geen sokken in aan, dat is lelijk. En dan heb ik ook nog dit superleuke rode petje gekocht bij de Primark. Die was €5 en ik kan hem nu niet laten zien, want ik heb een knot op. En dan heb ik bij de Primark ook nog dit superleuke fanny packje, heuptasje gekocht met de fur. Dus die is helemaal zacht en lekker. En hij heeft 2 vakjes. Hij heeft een voorvakje en een groot vak. Dan heb ik ook van mama alvast mijn verjaardagscadeautje gehad. En ik ben zeg maar over 2 maanden jarig. Maar we dachten van ja, wat maakt het ook uit. Boeit mij ook niet meer als ik het niet meer op mijn verjaardag krijg. Ik heb het nu gewoon al gekregen. Is dat ook maar weer gedaan. En dat is een nieuw paar schoenen. Deze wilde ik echt al super lang, maar ik ben gewoon een beetje gierig. En ik vind schoenen kopen gewoon altijd echt een hele opgave, want het is gewoon duur. Moet ik in 1 keer veel geld uitgeven en dat wil ik gewoon nooit. En nu heb ik deze van mama gekregen, alvast voor mijn verjaardag. En dat zijn de welbekende old school Vans, want die wilde ik super graag hebben. En die heb ik nu. En daar ben ik heel erg blij mee. Ik ben helemaal niet zo'n heel erg gimpen persoon. Maar ik vind deze gewoon wel echt heel erg leuk. Je past er gewoon overal bij. En het is altijd leuk. Dus dat is fijn. En deze die waren €75. Vind ik niet goedkoop voor een paar Vans. Maar goed. Hè? Helemaal leuk. Dus ja, dat is alles wat ik vandaag heb gekocht. En nu ga ik lekker chillen. Nou, oké. Okay. Het is alweer het einde van deze week. Morgen weer een nieuwe week. Dus bij deze ga ik de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden. Het is natuurlijk allemaal nog een beetje zoeken hoe ik mijn vlogs ga indelen. Aangezien ik heel veel op school ben en ik op school niet zoveel kan filmen. Maar ik ga gewoon proberen om er elke week iets leuks van te maken. En om het gewoon een beetje interessant te houden. Ik moet gewoon nog eventjes ondervinden hoe ik dat ga doen. En wat ik precies allemaal wel en niet ga filmen. En ik moet ook gewoon wat vaker mijn camera erbij pakken hier thuis. Want dat is ook hartstikke gezellig. Ja, ik ga echt mijn best doen voor jullie om leuke vlogs te blijven maken.
Dus ja, ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video.